Dwars door Venray was bij het eerste concert van het mannenkoor in de Schouwburg. Zij ontvingen Deseti Brat uit Slovenië en Canto Rinato uit Brunsum. Uit de westelijke Mijnstreek. Maar ons koor bestaat uit 20 leden. Maar wij komen eigenlijk uit heel Limburg. We hebben ook een koorlid uit Venray. Dus die maakt iedere 2 weken als we de repetitie hebben de rit naar Schinveld. Want dat is onze thuisbasis. En daar repeteren wij met veel plezier. Want zingen moet je ook met plezier kunnen uitoefenen. Samen met Ton aan diverse koorwerken. Maar we hebben wel een hoog ambitieniveau. En we willen echt ook mooie, maar ook pittige muziek en uitdagingen aangaan. Om ons ook goed te kunnen presenteren voor een breed koorpubliek. Mostly folk music and arrangements of folk music, Slovenian folk music. But from the years we started to sing everything, also romantic or some modern and lot of orthodox music. Dit tot stand gekomen? Nou ja, de grote gemeenschappelijke factor in dit concert is natuurlijk onze dirigent Anton Krobivček. Anton heeft al 14 jaar een dirigentenervaring bij ons koor en is een topdirigent als het om de mannenkoorzang gaat. En Anton die komt van oorsprong uit Slovenië, dus onze Sloveense gasten die hebben die relatie zeg maar met dit koffieconcert. En tevens is Anton ook de dirigent van Canto Rinato uit het zuiden des lands. Een top ensemble ook. En in die zin brengt ons dat bij elkaar vandaag bij dit koffieconcert op de 9 april. Ja. En
Te ontkennende weten we dat op het moment dat hij groepen aandraagt om met ons te concerteren, dat het qua kwaliteit zeker goed zit. En een korte blik op de social media leert ook dat de beide koren natuurlijk heel goed aangeschreven staan in de wereld. En voor ons was dat een mooie aanleiding om dit koffieconcert, om daar ons jaar mee te beginnen. Oh.